We staan hier op de locatie waar mijn nieuwe boek zich afspeelt, Opgang. In een van deze huizen woonde een Vlaams SS'er die een grote rol heeft gespeeld bij het oplijsten van een heleboel burgers. Aan de andere kant staat hier een eeuwenoude kapel waar destijds in de oorlog een verzetsgroep zat. Dus het zat hier heel dicht bij elkaar. Dus je moet eigenlijk die hele historische omstandigheid leren openplooien om te zien wat hier gebeurd is en wat een tragedie zich eigenlijk hier heeft afgespeeld. Goedemorgen, Stefan Heertmans. Inderdaad, dit nieuwe boek, De Opgang, opnieuw historisch. En het lijkt wel sinds Oorlog en Terpentijn, uw grote succesroman, dat de verhalen u tegemoet vliegen. Dit keer is het vertrekpunt dit huis in Gent, maar ook een boek dat u las. Ja, klopt. Ik had zelf nooit gedacht dat ik een boek over een dergelijke problematiek zou schrijven. Maar ik heb toevallig in een huis gewoond waar, zoals je daarnet in de trailer zag, zich een en ander heeft afgespeeld in de oorlog. Het boek dat inderdaad dan de echte trigger was, was het boek van iemand die hier ten huize zeer bekend is geweest, Adriaan Verhulst. Mijn nog leraar geschiedenis geweest. Ja, bij mij ook. Ja, precies. Ja. Hele generaties zijn bij Adriaan opgeleid, zeg maar. En ik las in dat boek, zoon van een foute Vlaming, dat hij met eigenlijk pijn in het hart, je voelt dat in zijn boek, bekent, ja, mijn vader is verschrikkelijk fout geweest. Hij blijft vrij clement, vrij zachtmoedig voor zijn vader. Het is ook zijn vader, ik begrijp dat wel. Je voelt de verscheurdheid van die man. Maar daar stond ook in dat ik nu in dat huis woonde. Ja. En toen dacht ik, dat moet ik toch eens uitzoeken. Ja, als trigger kan dat tellen. Nu, er zit heel veel onderzoek in. We kennen dat ook van Oorlog en Terpentijn. Terzelfde tijd word je als lezer heel vaak op het verkeerde been gezet. Wat is dichtung? Wat is waarheid? Dat is het voortdurende spel in dat boek, hè? Ja, dat is eigenlijk begonnen met Oorlog en Terpentijn. Ja. Met de vaststelling dat ik de cahiers van mijn grootvader over de Eerste Wereldoorlog eigenlijk niet kon uitschrijven. Dat is veel te ouderwets Vlaams. Ik dacht, ik moet er een boek van maken. En toen kwam ik in een soort loyaliteitscrisis tegen mijn grootvader en dacht ik, hoe kan ik hem nu eigenlijk tevoorschijn roepen? En het is eigenlijk door de waarheid te verzinnen dat je er ook vaak dichterbij komt. Dus ik heb daar het vertrouwen op gedaan. Ik heb dat in een tweede boek gedaan, De Bekeerlingen. Dat gaat over een christelijk meisje in de 11e eeuw dat verliefd wordt op een Joodse jongen. En die toevallig terechtkomen in het dorpje in de Provence waar ik een huis heb. Dus dat was ook een huis. Dat was ook iets wat heel dichtbij lag. En ik dacht, nu laten we deze strategie van autobiografie, documentair en fictie, maar op de spits drijven. En die loyaliteitscrisis waar u het over hebt, dat zit ook heel hard in dit boek, maar misschien niet ten opzichte van u, maar wel binnen die familie. Want de familie komt eigenlijk nooit te weten wat de vader Willem Verhulst echt doet aan collaboratie. Wij komen het ook niet echt te weten, maar er komt een breuk daardoor, hè? Ja, kijk, ik vind dat je als literator, als je al over historische zaken gaat schrijven, dan kun je beter je focus richten op de menselijke ervaring, menselijk leed. En het lijkt een beetje alsof de vrouw, Mientje, de echte heldin is in het verhaal. Ja, dat is al vier boeken bezig. Dat de vrouwen eigenlijk in mijn boeken de heldinnen zijn die de stommiteiten van de mannen moeten repareren. Ik denk dat dat klopt met de werkelijkheid. Ja. Dat komt eigenlijk omdat ik al 40 jaar geïnteresseerd ben in Antigone. Het meisje dat nee zegt tegen de wet om de menselijkheid terug te vinden. Dat is ook zo met Mientje. Mientje is een Hollandse vrouw, is een protestantse. Mm. Hij verleidt die vrouw ergens in de buurt van Arnhem, wanneer hij op de vlucht is na de Eerste Wereldoorlog. Ze is ook pacifistisch en ze haat die uniformen. Hij moest zijn uniform in de voorkamer van mijn huis uittrekken. En dan mocht hij pas binnen, als hij weer zijn burgerkleren aan had. En tegen de kinderen zei die vrouw, ze hadden drie kinderen, waarvan Adriaan de oudste was. Tegen die kinderen zei ze, kinderen, dit is de dodenkamer, daar komen wij niet meer. Daar stond ook een Hitlerbuste op de schoorsteen. Ja. Zij haatte dat, men zei leed daaronder. Vandaar dat eigenlijk mijn boek niet een boek is over een SS'er. Hmm. Het is een boek over een gezin in de oorlog, in het Paterzool in Gent. Want ik zeg, het komt tot een breuk, maar de verhoudingen, de relatie blijft wel altijd. De vrouw helpt dan naderhand na zijn veroordeling tot levenslang om dat te verzachten. Ook Adriaan Verhulst, die toen opgang maakt in de loge, in liberale kringen, die schakelt zijn relaties in om zijn vader vervroegd vrij te krijgen. Dus die familie valt nooit helemaal uit elkaar. Nee, dat is het leed natuurlijk. Zelfs nog in, ik geloof, net ergens in de jaren 90 ondertekent Verhulst ook nog mee een publieke brief in verband met amnestie.
Die man was heel ruimdenkend. Hij had veel meer van zijn moeder geërfd. Hij was net zoals zijn moeder. Hij was een beetje Hollands qua mentaliteit eigenlijk. Hij was een progressieve flamingant. En hij ondertekent nog mee een wet over amnestie, omdat hij zegt, we hebben genoeg geleden. En dan denk ik, ja, dat is jouw leed, Adriaan, over jouw vader. Ja. Die Willem Verhulste vader, die toont nooit berouw, hè? Ook op zijn proces niet. Nee, er komt geen inzicht. Nee. Het is heel vreemd toen ik zijn doodsprentje, zoals we dat noemen, zag. Dat was felgeel met felzwarte leber op. U noemt dat het Calimero-complex van de Vlaamse collaborateurs. Ja, dat is natuurlijk, als je daar een beetje gaat in graven, en er komt steeds meer boven ook, omdat de archieven opengaan, zien we dat heel wat zogezegde idealisten eigenlijk gruweldaden hebben begaan. Dat zij zaken hebben gedaan die niets met Vlaams idealisme te maken hadden, maar dat dat met de mantel van dat idealisme werd toegedekt. Heb je het proces willen maken van de Vlaamse collaboratie? Of ik dat heb willen doen? Ja. Nee, ik ben een schrijver. Ik ben bezig met menselijke ervaring. Ik ben bezig met schoonheid, met leed, met wat mensen, met het intieme van de mensen, daar ben ik mee bezig. Ja. Maar er is natuurlijk wel een soort backlash. Er is natuurlijk wel een effect van dit verhaal. En daarvoor ga ik niet uit de weg. Het laat wel zien. Wat is de backlash? Dat je wel ziet dat een aantal van die collaborateurs, zoals hij, hij was een zware collaborateur, heeft veel mensen aangegeven, heeft waarschijnlijk mensen de dood ingejaagd. Dat zo iemand zich heel zijn leven blijft beklagen. Hij is ter dood veroordeeld, want hij was bij de hoogste assessors. Dat wordt omgezet in levenslang. Na 8 jaar is hij weer vrij. Koopt hij zich een mooie, dikke auto. Ja. Maar heel zijn leven beklaagt hij zich. Terwijl in veel andere landen de collaborateurs veel strenger bestraft zijn. Ja. Hij had ook een maîtresse. Ook iemand met nazi-sympathieën. Die al heel leven lang blijkbaar een Hitlerbuste op de schoorsteen heeft laten staan. Hij trouwt daarmee. En er zitten dan twee zeer opvallende bladzijden in dat boek. Op een bepaald ogenblik wordt ze 90 en dan komt een jong Vlaams politicus daar een lofrede houden. Ja, dat klopt. Ik heb Bart de Wever, om hem niet te noemen. Ja, ik heb inderdaad de naam van Bart de Wever gevonden daar. Die blijkbaar in 1997 op een bijeenkomst waar redelijk wat volk aanwezig was van het toenmalige, was het nog Vlaams Blok of al Vlaams Belang toen, 97? Blok, denk ik, ja. Er waren veel familieleden, nakomelingen van collaborateurs. Maar waarom die twee bladzijden? Waarom hebt u dat in dat boek opgenomen? God, als ik erop stuitte, dacht ik, ik kan het ook weglaten. Maar dat is ook een beetje laf als schrijver. Dat is zelfcensuur. Het is gewoon iets wat ik heb vastgesteld. Waar ik verder geen persoonlijke of politieke conclusies aan verbind. Maar de Wever is natuurlijk bijvoorbeeld ook wel de man die het Del Weide-dok van de oorlogsburgemeester een andere naam heeft. Dat wou ik net gaan zeggen. Dat is bij zo'n mens is dat ook voortschrijdend inzicht. Hij was nog veel jonger. Die Griet Latomme zat ook bij de Volksunie. Dus ergens kun je dat wel kaderen en plaatsen. Vandaar dat er ook in mijn boek, je zult het wel gemerkt hebben, er staat niet één moraliserende of veroordelende zin in het boek. Ik begrijp dat ook. Ik bedoel, iemand als Bart de Wever heeft naar aanleiding van Herman van Goethem zijn boek, van Wil van Jeroen Olieslagers, die heeft daar heel positief op gereageerd. Dus wij zijn allen samen op weg om dat collaboratieverleden te verwerken. En het beste om te verwerken is niet met stenen gaan gooien, maar laten zien. En tegelijk kon ik natuurlijk niet aan zelfcensuur doen. Nee. Je ziet ook dat er in dat Vlaams nationalisme ook wel heel andere stromingen zitten. Mintje zelf, de vrouw, een Hollandse, wordt Vlaams gezind, maar blijft pacifistisch. En Adriaan Verhulst, ja, die kennen we als de voorzitter van het Willemsfonds, een liberale humaniste. Ja, precies. En dat is een vraag die je vandaag ook kunt stellen. Waar zijn de progressieve, zelfs eventueel linkse stromingen naartoe, die het flamingantisme ook heeft gekend? Waar zijn de cosmopolitische Vlamingen heen? Waar zijn de Vlamingen die ecologische bezorgdheid hebben? Waar is de toekomstgerichte visie van de Vlaamse beweging om niet een Anouna de Wever af te katten, maar om te zeggen, wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Laten we constructief zijn in die beweging als Vlamingen in Europa. Eigenlijk is mijn oproep geen ander als die van August Vermeijlen. Nee. U steekt dan dus toch nog die eigen overtuiging in. Ik heb nog één vraagje, maar u moet er misschien zelfs niet eens op antwoorden. Want we zeggen, hij toont geen berouw, behalve misschien op zijn sterfbed. Ja, dat is een vreemde geschiedenis. Maar misschien moet je dat niet helemaal uitleggen. Spoiler alert. Nee, maar ik wil het. Wat heeft ermee te maken met bij wie hij begraven is? Hè? Ja, ik wil het wel zeggen, omdat ik ervan overtuigd ben dat een goed boek niet waardeloos wordt door spoilers te geven. Zijn eerste vrouw was een Joodse. En tot ieders consternatie laat hij zich begraven op die Joodse vrouw. Na zo lang getrouwd geweest te zijn met die protestantse Nederlandse vrouw. En ondanks zijn maîtresse, die hij heel zijn leven lang ook is trouw gebleven op zijn manier.
dat zou kunnen duiden, inderdaad. Ik vond dat bijzonder pakkend toen ik dat te weten kwam. Ook daar heb ik geen commentaar bij geleverd. Ja. Dit zijn de feiten. Want hij heeft er blijkbaar ook geen commentaar bij geleverd. Hij heeft het gewoon gevraagd. Ja. De opgang dus, de nieuwe roman van Stefan Hermans. Dank u wel voor dit gesprek. Dank u.